We zijn vandaag te gast in Tilburg bij Tenant Square. Tilburg is een echte studentenstad met maar liefst 32.000 studenten, internationale. En ik denk een 706 zijn er gehuisvest op dit terrein in Tenant Square. Ja. Aan tafel Joost Eikens van, ja, laat ik het noemen, de campus Tenant Square. De stadscampus in de stad Tilburg. Leg het eens uit, wat doen jullie? Wij hebben hier een voorziening gebouwd voor inderdaad internationale studenten. Die waren voorheen allemaal gehuisvest door heel de stad. En die hebben we gecentreerd op een soort campus in het centrum van Tilburg. Wat is de meerwaarde om ze bij elkaar te zetten? Het heeft zoveel dynamiek in één keer in de stad. Mensen komen, er zijn heel veel degree seekers. Dat zijn mensen die even all over the world gaan snuffelen aan een bepaalde stad, een bepaalde studie, om te kijken of dit hetgeen is wat bij ze past. En die komen hier bij elkaar. En er ontstaat een internationale community, zo moet je het eigenlijk zien. 40 nationaliteiten die dan met elkaar wonen, studeren, leven. En ik denk dat het ook vooral bedoeld is om ze te behouden na hun studie. Dat is de belangrijkste reden waarom wij hier zitten. Omdat wij van mening zijn dat we naar een arbeidsmarkt toe gaan die veel internationaler gaat worden. Wij in Brabant, om dat zo maar te zeggen, die hebben echt heel veel behoefte aan getalenteerde mensen. En in het verleden hebben we nogal wat getalenteerde mensen laten gaan. En wij proberen door ze een fantastische voorziening aan te bieden om ze te behouden voor deze regionale... Het is een lokkertje. Het is een lokkertje. Maar als je goed voor mensen zorgt, dan krijg je ook iets terug. Oké, nou, ik ben op jouw lokkertje afgegaan. Ik zit hier, ik heb het gezien, ik woon fantastisch. Super, ja, leuke internationale contacten. Ja. Maar ik loop door de deur en waar is mijn baan? Jouw baan zoeken wij voor jou. Wij zijn echt serieus op zoek naar de betere bijbaan. Bijbaan? Een bijbaan tijdens de studie. Ja? Een bijbaan die past bij de richting waar je op studeert. Heel veel onderzoeksvragen bij gemeentes, overheden, die kunnen heel goed door studenten gedaan worden. Die zijn heel effectief, zitten midden in de materie. Maar gebeurde dat niet al eerder? Niet voldoende. Ik denk dat wij heel veel studenten onvoldoende hebben ingezet met de capaciteit die ze uiteindelijk hebben. En die we optimaal kunnen gebruiken. En als ze hier goed geland zijn, dan kunnen ze uiteindelijk ook die volgende stap maken hier in de regio. Laatste vraag, die ondernemer. Zit die hier op te wachten? Want je kunt alles aan de ene kant geregeld hebben, maar nu moet die ondernemer nog zeggen, kom maar, wees welkom, we hebben plek. Ja. Wat de boer niet kent, dat fret hij niet. Dus je moet wel, het is wel halen en brengen. Je moet wel zorgen dat je een groot MKB, United noem ik het altijd maar. Ja. Het gedeelde MKB moet je wel duidelijk maken dat er een hele getalenteerde groep op de markt is. Ja, dat hebben we dan nu duidelijk gemaakt. Dus ja. Alle ondernemers bellen, ja, sms'en. Bellen. Alles, kom het talent halen in je eigen bedrijf. Want hier zitten ongelooflijk veel talenten. Er zit zoveel talenten wat we echt niet weten. En we laten het gaan. Even die Chinees die heeft zijn bul of zijn master degree. En gaat weer terug. En we laten hem gewoon gaan. Terwijl nu we drie jaar in geïnvesteerd hebben. Nu niet meer. Nu niet meer. Ze nu blijven staf, nu stafkloppen. In Tilburg. We houden ze vast. Ja, we houden ze vast. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Thank you.